Welkom allemaal bij de volgende graverijwerksessie. We gaan het niet hebben over de bever dit keer, maar we gaan het hebben over de dassen. En daarvoor hebben Geert-Jan, Sjaak en Maaike hier op het podium staan. Ze gaan zich zo meteen nog even voorstellen. En gelijktijdig gaan ze ook aan jullie vragen stellen, zodat jullie je ook even kunnen voorstellen. Want wie weet zijn er dan al kruisverbanden te leggen. Jullie hebben alle drie ervaring met de dassen in de dijk. En we zijn heel nieuwsgierig hoe jullie het hebben aangepakt. Maar ook wat jullie met de groep willen gaan bespreken. Dus ik geef jullie het woord. Nou, dankjewel. Ik ben Maaike van Rooijen, beleidsadviseur waterkeringen bij Waterveiligheid. Sjaak Davenveld, dijkbeheerder bij Waterschap Ama's. En Geertje van de Vechten, een dijkbeheerder bij Vallei en Veluwe, met name langs de IJsseldijk. Gaan we dadelijk maar kijken. De eerste slide is ook een dijk van Vallei en Veluwe. En hier ziet de dijk er nog heel mooi uit. En daar gaan we het dus nu met jullie over hebben. Ja, wat je hier ziet, een paar foto's die wij in de praktijk tegen zijn gekomen. Er wordt heel veel over de bever gesproken, maar de graverij van de das heeft misschien nog wel meer impact. De holen zijn minimaal net zo groot. Daar links zie je er eentje van waar water uitkomt tijdens een beetje hoog water van de Maas. En rechts zie je een ontmanteling. En ik ben eigenlijk ook heel benieuwd, zijn er mensen in de zaal die hier met dit soort dingen ook al ervaring hebben? Niet zo grootschalig. Het is ook heel beperkt, dus ik verwacht dat wij dingen vertellen die voor jullie misschien nog nieuw zijn. We hebben hier ook een keer een Drenthe zet bij een klein sluisje in de buurt van... Ergens in de buurt van Bijlen was er een plek waar er ook een vrij grote oude dassenburcht was. Nou, dat was gewoon één grote gatenkaas. Een regionaal watertje en dat waterpeil stond erg laag en het was ook niet waarschijnlijk dat het echt heel snel tot problemen zou leiden, maar ja, wel een hele grote burcht. Juist, okay. Want deze was aan de buitenkant ook niet zo indrukwekkend als dat je hem gaat nagraven. Ja. Ja, nou, wij hebben onszelf zojuist al voorgesteld. We willen dus nu heel graag kennis maken met jullie. En de eerste vraag is wie van jullie allemaal hier ook waterbeheerder zijn. We kunnen met de groene kaarten werken zoals vanochtend, maar jullie mogen ook opstaan. Wie is er allemaal waterbeheerder? Deze kant staan. Ja. Allemaal dijkbeheerder. Allemaal ook werkzaam bij het waterschap dan. Oké. Okay. Ja, dan even kijken. Ja, we hebben hier wat vragen, wat aandachtspunten even op papier gezet. Ja, vanuit welke hoedanigheid ben je dan betrokken bij de graverij? Ja, we hoorden net al bij WDOD. Je treft het aan, maar vanuit welke hoedanigheid als dijkbeheer? Of? Onderzoeker bij Deltares. Oh, oké. Okay. Kijk, dat is weer een heel andere insteek. En de das is ook ongeveer even prominent in mijn invloeds- of overstromingskanttabel als de bever. Dus ja. Oké, okay. Ja. Dan nog een reactie. Ja, ik ben Marco de Wit. Ik ben ook dijkbeheerder bij WDOD. En qua das, inderdaad, het voorbeeld Bijlen hoorde ik net al inderdaad. En daar is het aardig, is een overige kering voor ons. Dat is inderdaad een aardige gatenkaas daar. Er ligt al, de kubus liggen al in het, er is een bebost gebiedje tegenaan. Natuurlijk een mooie locatie voor de das. En betreft de bever zijn we ook bij betrokken, maar dat is vooral Wijnand Evers die bij ons, zeg maar, die is wel bekend bij jullie, klopt, die schade daarvan weet. Ja. Nog meer van dit soort verhalen die handig zijn om te delen. Ik heb in 2015 ervaring met dassen in Engeland met hoogwater. En dan een heel boezemstelsel. Het probleem daar was dat de bescherming een heel hoog niveau was. En de mensen van de flora en fauna hadden voor zeggen. En er liep water door een gang heen. En ze weigerden daar de gang te stoppen. En andere stukken, wat ook een gatenkast was, hebben ze aluminium profielen in de dijk
gedrukt. Ik was al benieuwd naar de oplossing inderdaad. Maar... En andere stukken hebben we nog met zandzakken dichtgezet. Oké. Ja. Maar dat is alleen een noodoplossing. Dan zou ik graag straks op het einde bij de discussie ook horen hoe je nu je hele boezemstelsel preventief inricht. Maar die zou ik nog even willen bewaren dan. Zullen we de volgende slide? Wij gaan naar de volgende. voor vandaag. Nou, we hebben zojuist kennis gemaakt. Wij willen vanuit AMA's eerst onze kennis delen over waar we mee te maken hebben en hoe we ermee omgaan. Daarna Geert-Jan vanuit Vallei Veluwe. En daarna willen we dus graag met jullie daar nog kijken waar jullie tegenaan lopen om daar met z'n allen over te discussiëren. Dan begin ik nu met het risico. Nou, we hebben zojuist naar de gatenkaas gekeken. Wat betreft de DAS, bij ons zit die in ieder geval meer binnendijks als buitendijks. Buitendijks een enkele keer. Vooral binnendijks. En zoals linksonder hier ook te zien is, heb je dan zodra er hoog water komt met name een pipinggevaar. Maar goed. Er zijn ook nog andere faalmechanismen die dan in beeld komen. Microstabiliteit, macrostabiliteit. En al met al vormt het een behoorlijk risico. En wij bij AMA's hebben in ieder geval niet met een enkele Dassenburg te maken, maar met aardig wat. Dit is nog een oud tabelletje. Ik zal hem binnenkort een keer updaten, maar al met al hebben we nog steeds zo'n lijstje van 12 Dassenburgten te gaan, meer of minder risicovol, maar in ieder geval willen we ze allemaal heel graag weg hebben. Maar wat daarbij komt kijken, daar ga ik het dan nu ook over hebben. In ieder geval met wet en regelgeving. De das is een beschermde diersoort. Daarbij mag je zeker in de kraamperiode al helemaal niet handelen. Daarbuiten onder strikte voorwaarden. Er komt nu ook in Brabant, want daar heb ik het dan over, is er ook 1 juli nog een nieuw faunabeheerplan van kracht. Al moet ik zeggen dat het in essentie niet zo wezenlijk gaat veranderen, maar er komt nu een officiële escalatieladder, waarin bijvoorbeeld ook nog staat dat je de das eerst zou moeten vangen en verplaatsen. Maar dat is eigenlijk gewoon nagenoeg geen optie meer. Dus die hebben we in die zin ook als het soort van getackeld in het plan. Dat de provincie dan zelf een alternatieve plek voor die das zou moeten aandragen. Volgende stap in de escalatieladder is het realiseren van een alternatieve burcht. En daar zijn wij nu druk mee met de burchten die er nog resteren. En dan heb je het over passief verjagen, wat is toegestaan. En de gedachte achter die alternatieve burcht is dat je die realiseert binnen het bestaande territorium. Daarmee onze aanpak op hoofdlijnen, korte termijn, lange termijn. We vinden eigenlijk iedere hoogwaterperiode met een tiental Dassenburgten vinden we eigenlijk niet acceptabel, maar we proberen dus die wet en regelgeving na te leven. Maar we willen ze zo snel mogelijk weg hebben. We zijn dus volop op zoek ook naar iedere keer een alternatieve locatie in te richten. Voor de lange termijn willen we meer preventief te werk gaan. En daarin zijn we ook nog hard op zoek naar die maatregelen die we daarin zouden kunnen treffen. Ja. Misschien ook ter aanvulling, Maaike. We hebben 2 soorten machtigingen in feite. In machtiging bij nieuwe graverij kun je heel snel handelen. Maar we hebben ook een machtiging waarbij je eerst een alternatief moet voorbereiden. En dat is wat je net zei, dat is ook niet altijd meer een handige optie. Hier zie je het gebied van ons, van rechtsonder Limburg tot links Waalwijk, voorbij Den Bosch. En wat je voornamelijk ziet is aan de rechterzijde is nog heel erg zandrig. Daar zijn de dassen ook ooit begonnen. En ze kruipen eigenlijk nu al steeds verder tot zelfs voorbij Den Bosch in het kleigebied. Dus wat wij zien is dat ze vanuit het rechtergedeelte, het zandrige gebied, daar zit het gewoon overvol. En ze verspreiden zich steeds verder. Wat je met de bever ziet in heel Nederland, begint bij de dassen hier ook al heel duidelijk te worden. De kruisjes die je ziet, dat zijn de dassenlocaties
waar eigenlijk een soort lange termijn visie voor nodig is. Die bestaan dus al heel lang, maar die moeten nu ook weg. Daar zijn locaties bij, daar werd 10, 20 jaar geleden gezegd, we gooien een hoop grond tegen de dijk aan, een stuk gaas ertussen en de das zit veilig, de dijk is veilig. Met de nieuwe normering en de kennis van nu blijkt het ook niet meer veilig te zijn. Dus we moeten zelfs die locaties, die misschien al 10, 20 en één plek zelfs 30 jaar bestaat, moeten we straks gaan verwijderen uit de dijk. En dat zal heel lastig zijn uit te leggen naar de omgeving en de belangengroeperingen. Dat merken wij nu al. Als we al een kunstburg moeten aanleggen, ik noem het liever een alternatieve burg, de kunstburg klinkt nog wel wat lastig. In het verleden moest je echt een compleet gangenstelsel aanleggen met nestkamers, buizen en alles. We hebben er hier eentje waar 4 ingangen zitten van gresbuizen en mogelijk 1 of 2 nestkamers en that's it. Meer doen we er niet aan. Want de ervaring leert dat zoiets ooit is aangelegd met misschien wel 5, 6 nestkamers. De das die zou erin moeten gaan, dat doet hij niet en die gaat 100 meter verderop zitten op een plekje waar je hem helemaal niet verwacht. Dus je investeert hier pak een beet 30.000, 40.000 euro. En de das zegt van, het is niet aantrekkelijk genoeg, ik ga ergens anders zitten. Dus wij worden heel terughoudend met het aanleggen van alternatieve burchten. Dat is in ieder geval een boodschap die we wel mee willen geven. Trouwens, zo'n burg die je net zag, wij gaan er binnenkort wel eentje aanleggen. Omdat het met de dijkversterking niet anders kan. We moeten gewoon snel handelen en formeel handelen. Die heeft dus een beetje een vloeroppervlak van 30 bij 40 meter. En dan bouw je hem op, schuin omhoog, tot maximaal 3 meter. Want ga je daarboven, dan kom je met de omgevingsvergunning in de knoei. Zo moet je op heel veel dingen moet je letten. Ja, dit is gedeelte van de Willemse Kleidijk. Dit is een primaire kering. De Willemse polder, die eigenlijk hiervoor ligt tegen het IJsselgedeelte aan, de groene lijn, is de overige kering. Dat is eigenlijk de overstromingszone in dit gebied. Is om Deventer te kunnen ontlasten bij hoogwater. Dan mag die overlopen. Dat is pak een beetje rond 25 jaar gebeurt dat. Dat is tenminste zo'n beetje. Daar zitten de burchten. Die zijn allemaal bestaan. Die lopen die hele dijk. Dat is een bomendijk. Daar zit dus een stalen damwand doorheen. Dat heeft te maken met een dijkversterking. Die dus niet gerealiseerd kon worden. Vanwege de eigenaar. Wij zijn geen eigenaar van deze dijk. Maar dat is landgoed De Pool. En daar zit nog een echte oude baronest op. En die is daar gewoon de baas. Die dicteert het gewoon hoe het moet. En hoe hebben wij ons gewoon te schikken. En dat is best wel een beetje jammer. Want je kunt niet zoveel. Maar daar zitten dus deze burchten in. En die zitten dus allemaal, dat zijn allemaal de laststaande burchten. Aan het eind, boveneind, zit nog een stukje. Daar was een bijburg. Dat zit wel een grasdijk. Dat was van een bestaande oudere mensen, die hadden daar een landgoedje. En dit liep dus ook naar boven. Die hebben we mogen verwijderen. En als je dan ziet hoeveel je daarvoor nodig bent, dat je dus 6 maanden verder bent met alle aanvragen. Ecogroen Zwolle heeft dat voor ons toen geregeld. En wat je moet doen om het af te zetten, om vluchtmogelijkheden te maken voor een bijburg. En dan mochten we ook die biotoop verstoren. Ondertussen was dat landgoedje verkocht. En mochten we de biotoop wegnemen, is gewoon weer een grasdijk geworden. En dan ben je hem ook kwijt. En als je de biotoop niet mag verstoren, raak je hem niet kwijt. Wat is nu het beleid wat wij hierop hebben? Dat eigenlijk voor het hoogwater hebben wij deels daar niet zoveel zorgen over. Hij zit binnen dijks. Op al die plekken is het binnen dijks. Hij graaft dus gewoon tot aan de damwand. Sommige stukjes komt de damwand nu bloot te liggen. Nou, dat is voor erosie. Op het staal natuurlijk niet van niet zo goed. Maar wij laten hem dus gewoon zitten, omdat we niet verder kunnen. Want wil je nu iets doen, dan moet je dus een bijburg maken. Dan moet je het land goed op. Nou, dat heb ik proberen aan te geven hoe moeilijk dat ligt. We hebben ze goed in geregistreerd, allemaal wat er is. We houden ze gewoon bij. Maar er komt gewoon elke keer weer een nieuwe bij. Ze graven gewoon een nieuwe. Die familie wordt steeds groter. Er wordt wat verdringen uit de familie. Die gaat ernaast, die zoekt een ander plekje, pak gewoon een nieuwe deel. Maar gewoon eentje verder doen. We hebben wel een plan van aanpak van Veluwe. En dat is meer op hoofdlijnen wat we toen gedaan hebben. Samen met Maurits van Berkel hebben we gekeken, wat hebben we nodig?
Wat is er nodig om in noodsituaties te kunnen werken? Dan moet je dus een kraantje hebben. Kun je dan terugzetten? Kun je doen? Wat moet er zijn? Die is de dijk, die is er afgekeurd. Dus, want die damwand die is dus berekend in de nieuwe normering. Is die damwand op bepaalde plekken niet lang genoeg. Maar die damwand is ontworpen met een bepaalde tegendruk van zand. Want het is een hele zanddijk. Dus dat zand ben je kwijt, dus de tegendruk is weg. Dus het doorrekenen van zo'n damwand aan sterkte kan op dit moment niet. Want er is dat zand niet. Dus dan gaan we een beheermaatregel bedenken. Voor als er hoogwater komt, dat we kunnen handelen. En dan is het eigenlijk, ik heb een greep gepakt uit hetgeen wat er in die noodmaatregelen staan. Maar het is eigenlijk het allerminste wat we hebben, is eigenlijk de onderste. Dat we dus in een noodvoorziening gezegd hebben van, laten we nou even niks doen. Het kost alleen maar heel veel geld en moeite. En hij komt gewoon terug, hij kan niks. Als er dus wel hoog water is, dat we dus uit de noodvoorziening gelijk kunnen handelen. En kunnen we dan binnen 24 uur handelen. En daar heb ik van gezegd, binnen 24 uur kun je ze gewoon dichtmaken en kun je ze verstoren. Maar als de nood hoog is, en als we naar 15 meter water gaan, dan wordt alles wat anders. Dan mag ineens alles. En nu mag er niks. En dat is toch wel een dilemma, ook naar de bevers, maar ook in dit geval de DAS, waar we met z'n allen als beheerder erg tegenaan lopen, dat iedereen zijn zegje erover moet doen voordat je toestemming hebt, voordat je vergunning hebt, voordat het mandaat is. Dat is wel een zorg. Maar als beheerder ben je langs de dijk met hoog water, doe je inspecties. Dit kun je zien, bevers kun je niet zien, dat zit onder water. En dan overkom je dingen. En dat is gewoon een nachtmerrie. Voor elke beheerder die langs de dijk loopt. Die wil dat zijn kering voor elkaar is. En dat dat goed geregeld is. Dat je kunt zeggen, het is voor elkaar. En dit gebeurt allemaal. En dan kun je niks. Dan voel je je voelt een beetje onmacht in dit soort dingen. Ja, misschien ter aanvulling. Het lastige met een DAS is, je weet dat hij er zit. Mensen zeggen ook, we blijven hem monitoren. Maar wij hebben dus met het nagraven gezien dat het extreem veel meer holle ruimte is als dat je aan grond zou vermoeden wat eruit is gekomen. Ja. En dat maakt het dus bijzonder vervelend. Ja, hier zijn wat burgers erbij. Er zit meer dan 10 kuub grond ligt ernaast. Nou dan, en 1 kuub grond is ongeveer 10 meter gangenstelsel. Ja. Dus tel uit je winst. Ja. Als je het ziet even terugpakken, kun je zien hoeveel pijpen eraan zitten. Die zijn dus bekend. Hoeveel gangen aan elke burg zitten. Als er 11 gangen aan zitten aan 1 burg, dat is onvoorstelbaar hoeveel grond daar rond ligt. Dus we graven alles ondersteboven. Ja. Ja. Maar dan gaan we nu inderdaad toe naar het interactieve gedeelte. En bij AMA zijn we dus wel druk bezig om alternatieve beurten te realiseren. Geert-Jan zegt van, ja, we hebben er nu 4. 1 dijk, we houden het in de gaten, met het landgoed komen we niet verder. Nee. Wij hebben nu ook al 1 plek waar we met de betreffende grondeigenaar niet rechtstreeks verder, of nou niet, ja, waar we er misschien wel niet uit gaan komen. Nee. Dan krijg je waterveiligheid versus wet natuurbeheer. Jouw dijk is nog heel overzichtelijk, maar goed, ik weet niet of Sjaak duidelijk had verteld bij dat plaatje met al die kruisjes, dat is dus de Maasdijk. Dat is niet echt meer overzichtelijk met hoogwater. En dan moet je wel ontzettend veel gaan doen als er hoogwater komt, zeg maar. Dus, ja. Voor ons is dit wel een afgebakend stuk waar wij ze hebben. Ja. Kijk, bevers is aan de IJsseldijk een hele andere, maar de DAS is een afgebakend iets en het zit een damwand in. Als je hem gerekend krijgt voor het HWBP, krijgen ze hem niet goedgekeurd, dat snap ik. Dat is een theoretisch verhaal, maar ik heb ook eerlijk gezegd toen we dit nog voorbereiden waren, van dit is niet de plek als die wel op zijn klei vol loopt, waar ik het eerste naartoe vlug om te gaan kijken of het wel goed gaat. Ja. En ik vertrouw daar een beetje op, omdat je een harde kering hebt. Midden door het gebied heen. Nou, wij hebben hier een aantal stellingen neergezet. Waar we het nu over hebben, die sluit heel mooi aan bij dat juridische stuk. Zouden we een ontheffing willen hebben waarmee we kunnen acteren alsof het hoogwater is? Omdat zodra er hoogwater is, kunnen we wel handelen. Zouden we nu al willen kunnen handelen alsof het hoogwater is? Dat is de eerste stelling die we
hier de groep in zouden willen gooien. Wie heeft daar een mening over? Ja, rechts voor. Ja. Ja, bij één burcht in je gebied kan je eventueel wel afwachten tot het hoogwater is. Dus voor die ene burcht hoef je niet vooraf al te doen alsof het zo is, want dat komt tegen die tijd wel. Maar als voor iedere afzonderlijke burcht in je beheergebied diezelfde redenering geldt, het geldt niet voor 10 of 20 burchten. Dat is gewoon niet te doen. Dat krijg je gewoon als er een hoog water aan zit te komen. Dat heb je 2 tot 7 dagen later, heb je het niet op al die plekken opgelost. Nee. Los van dat je nog meer te tackelen hebt. Los dat je nog een paar andere dingetjes te doen hebt ook nog, ja, precies. Ja. En daarom denk ik van, er is een situatie waardoor de dijk niet meer de veiligheid heeft die we er in dit land door de politiek besloten aan willen toekennen. Willen dat hij heeft. Nou, kunnen we daarmee afwachten totdat er dus een keertje hoog water is? Nee, want daarvoor is het gewoon te veel. Dus moet je het eigenlijk overal oplossen. Overal kan niet, op één plekje niet. Nou, misschien niet, maar als je overal aan de slag gaat en het overal denkt opgelost te hebben, dan zal je of een plek over het hoofd hebben gezien of je hebt gewoon een nieuwe graverij. Ja, en dan, ik denk dat je met die redeneerlijn, mag toch hopen dat je dat. Het gaat niet alleen over de veiligheid van die bestaan van die bevers of dassen of wat dan ook voor dieren op die ene plek. Hè. Het gaat ook over al die dieren die in de polder wonen. Ja. Niet dat mensen. Misschien mooi ter aanvulling. We hebben dus voor die 10 locaties die dus al heel lang bestaan, hebben noodplannen klaar liggen. Dat zijn deze plaatjes. Dat zijn die plaatjes. Dat wil voor de beeldvorming over het algemeen zeggen dat je bijvoorbeeld een steunberm aan moet leggen. Over een hele lengte, maar daar kan er goed nog heel veel begroeiing op staan. Dit is een, zeg maar, helemaal vol struiken en bomen. Nou, die moeten eraf. Je gooit er grond op. Of je op een andere locatie maak je steunberm, maar dan praat je gemiddeld over 3000 kubieke meter grond. Ja. Die je als noodplan moet aanvoeren voordat het hoogwater er is. En inderdaad, die 2 tot 7 dagen is voor ons ook een beetje een richtlijn. Maar dat betekent ook dat je heel veel bossage moet vernielen. Dat je niet kijkt of de dassen er nog in zitten. Dan moet je handelen. En dat is wat we dus nu op de plank hebben liggen. En waar we ook heel uitdrukkelijk richting alle belangengroeperingen zeggen van, wil je dat hebben? Dat is toch heel erg confronterend straks. Juridisch hebben we het wel getest, of dat wij ermee wegkwamen om hem gelijk weg te halen. Maar dat was 2019, dus toen was de graverijproblematiek iets minder groot. Toen hebben we gekeken, hij zat op het allerzwakste plekje van onze primaire waterkering. Mogen we hem daar gelijk weghalen, want we zien acuut een probleem. Toen werd er gezegd van nee, de Maas is laag, het zijn reguliere omstandigheden. Je moet wachten tot je een hoogwater hebt, wil je om die wet natuurbescherming heen kunnen. Toen hebben we het ook nog geprobeerd via de burgemeester. Want we zeiden, de openbare orde is in het geding en kwamen we ook niet mee weg. En we hebben met hoogwater in 2021 hebben dus 4, 5 dassenburchten dichtgezet. Wel met, oké, de dijkgraaf zegt ga. Dan gaan we. Maar dat moet je daarna wel bij het Rijk verantwoorden. Dus je moet achteraf nog steeds aangeven dat je op een juiste manier hebt gehandeld en dat je echt niet anders kon. Misschien. Ik zie dat Dolf ook een vraag heeft. Ja, maar misschien is dit precies wat je zegt. Dat je dus handelt en achteraf om vergeving vraagt. Want dat is waar je aan doen bent eigenlijk. Ja. waarom kan in Nederland dat niet om en samen met ons meedenken? En vooraf iets creëren. Nou, daar wil ik graag wat over zeggen. Ik ben Dolf Morkens van de Unie voor Waterschap. En een paar maanden terug, toen was er een probleem in Brabant met een spoorlijn van ProRail. Ging over dassen. En toen zei Jaap Dirkmaat van Das en Boom. Van ja, de waterschappen hebben het goed voor elkaar. En dus komen ze dan bij de Unie. En dan schuiven ze mij naar voren. Ja, hoe heeft de Unie dat geregeld? Nou, de Unie heeft niets geregeld. Maar ik heb wel een beeld geschetst van hoe wij het zouden willen. En dat kwam vanmorgen deels al even aan de orde. Wat ik toen voor de radio gezegd heb is, eigenlijk hebben we 3 situaties. Je hebt de hoogwatersituatie, dan wil je gewoon diezelfde dag ingrijpen. Wat er ook gebeurt, het is hoogwater, moet gerepareerd worden. Zit je in het hoogwaterseizoen, zeg maar globaal van oktober tot maart, wil je het binnen een week geregeld hebben. En zit je buiten het hoogwaterseizoen, dan ga je in overleg.
Ja, maar we gaan nu de periode in dat we gaan werken aan dat landelijk protocol. Zeggen jullie nu van, nou, dat is een lijn waar jullie achter staan? Of zeggen jullie van, nee, doe dat anders? Want we zitten nu aan de voorkant, dus we kunnen nu nog gaan sturen. Ja. Nou, daar wil ik graag op reageren. Wij kunnen ons daar prima in vinden. Maar daar zit wel een hele grote maar aan. En dat wil zeggen dat, je hebt net die Maasdijk gezien met al die kruisjes. We hebben 18 burchten in de afgelopen 2 jaar weg kunnen halen. Vrij eenvoudig, waarvan onder andere dus die 5 met hoogwater. Dus dat is prima. Maar die andere 10, daarvoor zijn we nu ook al 2 jaar bezig om met grondeigenaren en vergunningverleners te onderhandelen om die alternatieve burcht te kunnen realiseren. En als dan gaat het wel ontzettend langzaam en gaat er wel hoogwaterperiode na hoogwaterperiode voorbij. Van de andere kant staan we erachter, want onze ecoloog die zegt ook af en toe van ja, je zou hem hier wel weg kunnen halen zonder alternatief, maar dan heeft de DAS in de verre omtrek geen andere goede plek. Weet je zeker dat die morgen weer opnieuw. Dus dat is dus het dilemma, los van de wet en regelgeving. Dus eigenlijk, om jouw vraag te beantwoorden, van ja, soms kom je daar prima mee weg, maar soms ook niet, omdat je niet zo. Ja, eigenlijk de grootste bottleneck is de tijd die je in beslag neemt om een alternatieve burcht te realiseren. Dan ben je zo 1, 2, 3 jaar verder. Dus dat is. Is ook nog. Ja. Ja, ga je maar. Nee, maar daar wil ik wel op reageren. Ik wou het al aanvullen op het verhaal van Maaike. Je zegt van het lost niks op. Wat wij gemerkt hebben, in 2019 hebben we ene keer een viertal dassen weggevangen op locatie, op advies van, en die zijn verhuisd. Maar een jaar later zaten ze weer een territorium. Dus wat hebben wij geleerd? Hou het territorium bezet. Alleen, als je het bezet houdt, moet je wel zorgen dat die niet in de dijk komt. Dus je moet een 100 meter, 200 meter uit de dijk, net waar het geschikt is, moet je iets aanbieden wat geschikt is. Een alternatieve burcht. Of misschien dat je zelf al iets anders kiest. Maar wat wij dus in 2021 meegemaakt hebben, en het is niet altijd in de dijk, laat dat ook duidelijk zijn. Beschermingszone A binnen dijks kan nog heel gevaarlijk zijn vanwege piping. Nou, daar ligt de teen van de dijk aan de binnenzijde, een weg en dan een groensingel. Daar gingen we aan het graven en daar kwam het water daadwerkelijk uitgespoten. Dus dat was echt urgent. We hebben over 180 meter de struiken weg moeten halen. We hebben 3500 kubieke meter grond erop moeten leggen. En daarmee was de situatie veilig. En het ironische van het verhaal is, het is niet ons eigendom, het was van Brabants Landschap. We denken van het is goed afgeregeld. Krijgt Brabants Landschap een half jaar later een handhavingsbrief. Ze moeten een herplanpleeg doen. Daar zit je bijvoorbeeld ook nog mee. Dan wil je handelen uit het oogpunt van veiligheid op grond van een ander en die ander heeft er nog een probleem mee. Maar dus, ik weet niet of dit verhaal, want u zegt het heeft geen zin, maar waar zit voor u de pijn? Of die alternatieve burcht werkt, of dat we niet genoeg preventieve maatregelen bij de dijk treffen? Of... Ja, maar kijk nou eens naar dat beest. Dat is toch een knoepert. Dus we hebben een heel... jarenlang zijn bedoelt, we al bedoelt bezig... Bedoelt u dit beestje? Nee, dat ik daarboven op de tafel staat. Maar we hebben volgens mij al jarenlang zijn we met de muskusratbestrijding bezig. En die is nog... niet half zo groot als die of de beverrat. Wat hebben we? Daar hebben we een heel goed protocol voor. En dat proberen we allemaal uit onze dijk te halen. En hier mogen we geen kant op. En dit bestrijd je niet. Terwijl die veel groter is, veel schadelijker is. Ook maar aanjonkt. Dus je hebt toch... Ik denk dat het probleem daarin zit. Althans, het probleem. Het is een beschermd dier. En dat is een rat, muskusrat, wat dan ook, is dat niet. Misschien een andere beleving, maar hij is beschermd. De bever ook. Maar je ziet bij de bever dat er nu ook een kentering gaat komen. Je mag hem onder omstandigheden afschieten. Het probleem met de DAS is, denk ik, hij zit alleen nog maar in met name Oost-Brabant en bij jullie voor gedeelte en in Limburg en verder niet. Op het moment dat heel Nederland er last van heeft, zal het anders worden. Ga je dan kijken, denk ik dan. Hè? Dit is toch gewoon een kwestie van 3, 4 jaar en dan zit hij toch overal? Ja. Daarom proberen wij jullie nu al bewust te maken van de risico's die eraan kunnen komen. Ik zou heel graag... Ben ik ontzettend benieuwd, want het is... Ja, vertel. Ronald, je mag even. Ik ben een collega van Maaike en Hanneke. En ik hou me vooral bezig met de baby's. Ja, en Sjaak natuurlijk, ja. En hiernaast mij. Maar goed, maar ik ben wel een beetje dear-minded. En wat ik zie, de DAS hebben bijvoorbeeld.
die worden ook steeds meer richting de dijk gedreven. Er zijn allerlei ontwikkelingen, er worden wijken aangelegd. Gewoon bij ons, ik woon in Rosmalen, wordt een complete nieuwe wijk aangelegd. In dat soort gebieden, een golfbaan komt er. Nou, die beesten krijgen steeds minder ruimte. En daardoor worden ze ook naar de dijk toegedreven. Wat ik heel graag zou willen, is dat we Nederland, nou in dit geval dassenproef inrichten, die beesten ook een plek geven, van de dijk af. Nou, wij proberen als waterschap daar aan mee te werken. Door plekken te geven die niet in de dijk zitten, want ze houden een territorium bezet. Dus we maken gebruik van hun gedrag. Alleen ja, wat wij dus merken, wat Maaike zegt, wij krijgen bijna nergens, die boeren die willen die dassen niet hebben, zeggen, want die vreet mijn mais op. Zelfs Brabants Landschap willen soms niet hebben, of Staatsbosbeheer, want die hebben andere plannen met de natuurgebieden. Dus wij ja, het is echt heel moeilijk. Maar wat eigenlijk als Nederland zou moeten, denk ik, en ik weet niet wie dat dan moet doen, misschien kan de provincie daar ook een rol in spelen, van ja, maak misschien budget beschikbaar, of koop gronden, of onteigenen voor mijn pad. Ja, dan krijg je ook allemaal protesten, dat snap ik wel. Maar daar moeten we naartoe. En dus je moet, ja, je kan die dieren als een probleem zien, maar het probleem is natuurlijk de mens die die dieren richting de dijk dwingt. Dus ik neem het een beetje af voor de dieren. Ja. Mag ik erop aanvullen? We hebben nu een situatie, en dan kun je zien hoe complex het is. Hij zit in de spoordijk, dus ProRail is partner. Als hij daaruit zou moeten, dan komt hij bij ons in de dijk, want die ligt er maar 100 meter vandaan. En het is buiten dijk, dus het risico is sowieso al groot als er hoog water komt. Maar in hetzelfde territorium, ligt 300 meter westwaarts, ligt een andere burcht die in ieder geval verbinding heeft. Dus je maakt vanuit gaan het één territorium is. Nou, daar wil de gemeente toevallig een woonwijk maken. Dus jaagt ProRail een weg, gaat hij naar de gemeentegrond. Jaagt de gemeente een weg, gaat hij naar ProRail of komt hij bij ons. En wat we sinds 2 weken weten is, het is op de grens met de Maas en met Rivierenland, met Gelderland. Hij maakt ook al gebruik van de spoorlijn over de Maas heen. Dus hij gaat met zijn territorium gaat hij ook al richting Gelderland. Dus als zouden wij in Brabant alles oplossen, heeft Rivierenland of de provincie Gelderland. Of, ja goed, maar dan even binnen het territorium. Nou, ik bedoel, zo complex is het. Je hebt elkaar gewoon nodig. En het pleidooi van Ronald van probeer samen iets te doen, grond vrij te maken of wat dan ook. Nou, wat de crux is die dijk beschermt de gemeente. Wil een gemeente en de inwoners beschermen. Dus we hebben dus ook al een keer een bijeenkomst gehouden, ook met gemeente erbij. Want dus hè, precies wat jullie nu vertellen en die woonwijk die er dan komt en die das kan geen kant op. Het lijkt tot nu toe dan misschien wel de verantwoordelijkheid van AMA's, maar ja, die dijk ligt er om die gemeente te beschermen. Ja. Waar ik nog graag nu op in zou willen haken is, ook naar aanleiding van uw opmerking van heeft het zin of niet? Voor ons is nu, we hopen binnen het komend jaar iets van 6 alternatieve burchten te realiseren en dan die das passief te gaan verjagen. Nou, dat is voor ons ook nog nieuw. Het is niet dat wij al tientallen jaren dit soort dingen doen. Dus we gaan kijken of dat werkt. En dan is de grote uitdaging om die das uit die dijk weg te houden. En daarin ben ik ook ontzettend benieuwd of jullie daarin nog tips hebben. En dan kom ik ook misschien nog bij die meneer van de boezemkaders die het nu voor elkaar heeft of niet. Om die das weg te houden. Dus ik weet niet of iemand daarin goede tips of suggesties heeft voor ons. Ja, misschien mag ik hier even op inhaken. Als ik dus stelling hoor, dan denk ik van ja, dat klopt. Maar is het dan niet beter dat we met elkaar als land, waar we heel veel onder de zeespiegel leven, waar we onze dijken koesteren, want dat is ons leven, is het dan niet beter dat we samen wat afspreken in Nederland, waar we gedooggebieden maken en waar we ze niet willen hebben? En dat is voor de bever is dat exact hetzelfde. We moeten er naartoe, als we die beesten willen houden en we willen ze niet allemaal afschieten. Ik zeg, ben hier gewoon even open en eerlijk en we willen ze niet afschieten, we willen ze sparen. Dan moeten we naar gedooggebieden waar ze kunnen. En dan heb ik zoiets aan de kering en in de omgeving van de kering, daar niet. Maar dan komen we wel bij de, nou ja goed, dan heeft u dus vraag van wel of niet gebieden, ja. Maar in de dijk, dat zal altijd een no-go area zijn, ja. En hoe houden we hem daar weg? Dus die vraag die wil ik toch ook nog graag overeind houden. Maar wat zeg ik? Ik word heel onrustig, merk ik van mezelf. Hè? Want die dijk die ligt er natuurlijk ergens voor.
En die ligt ervoor, zodat we hem in normale omstandigheden op orde hebben. Zodat hij in de omstandigheden waarin we hem nodig hebben ook functioneert. Dus waarom zouden we in normale omstandigheden toestaan dat er een das of een bever die dijk ondermijnt, die ons problemen gaat geven tijdens hoogwater? En dan kan het wel zijn dat je in hoogwater alles mag, maar kun je in hoogwater tijd alles? Heb je daar de tijd voor? Of in het hoogwaterseizoen? En wanneer was Limburg ook alweer? Dat was ergens in juli. Dus het hoogwaterseizoen is ook in juli. Ja. Ik krijg echt het gevoel. Maar ik meende dat we het daar eigenlijk met z'n allen wel eens waren. Daar heeft die buurman wat mij betreft een heel helder antwoord op gegeven al. Zo ja, van, volgens mij zou je dus in normale... Ja. Nee, ik luister standaard niet naar André. Nee, maar, maar het eerste punt. Ja. Willen we ontheffing? Volgens mij is dat ook de taak van een waterschap. Je moet zorgen dat je kering voldoet aan je norm. Ja. Dus als die al niet voldoet aan de norm omdat er een das in zit, dan moet je toch ingrijpen? Ja. Ja, het probleem is misschien in het verleden ontstaan, omdat we toen dachten, en dan ziet die foto linksonder, we maken gewoon een bultje grond tegen de dijk aan, we zetten er wat gaas tussen en dan zit die veilig. Dat is dus niet meer. Het is gebleken dat dit gaas misschien niet diep genoeg zit, want een das graaft dat aan het grondwater en die graaft ook zo naar boven. Dus we weten niet of de gaas ooit dan het grondwater is aangebracht. En we zien dat je ook al breder gaat, dus misschien ook langs het gaas. Dus het is gewoon niet meer veilig, dus nu moeten we iets. Maar probeer het ook maar eens uit te leggen aan de omgeving. Waarom mag je daar 30 jaar zitten en het 31ste jaar willen we hem weg hebben? En enerzijds is het nuttig om hem zo snel mogelijk weg te halen. Anderzijds is het wel zo als je hem wegjaagt, hij komt weer terug. Ja, daarom. Dus je wil hem het liefst een beetje sturen, exact, een beetje verleiden. Maar daarin is er wel de moeilijkheid... Dat niet zomaar gerealiseerd is. Dus we werken keihard. Ik denk dat heel veel mensen zich dat ook realiseren. Maar het is wel wat hobbels. Ik denk aan Michel van den Booghaard, hè, gisteren. Die zei van, er zijn plekken waar ze gewoon echt niet mogen zijn. Ja, klopt. Ja. En het mooie is, met nieuwe graverij kan het veel makkelijker. Kunnen we direct gaan handelen. Alleen met die oude die er 10, 20, 30 jaar zitten... Ja. Nou, dat plus dat er dus bij bestaande graverij, als er dan verder in de wijde omgeving niks is, weet je zeker dat die echt heel hard terug... sowieso schijnen ze erg honkvast te zijn, zeker als ze er al heel lang zitten. Dat is misschien dan een antwoord op mijn vraag die ik wilde gaan stellen. Want jullie vertellen van een van de dingen is om ze te verleiden naar een nieuwe burg te gaan, zeg maar. Ja. Maar als ze daar succesvol zijn, waar gaan de jongen dan weer niet? Gaan die jongen dan niet weer... Nee. Alsnog naar de dichtstbijzijnde plek waar ze kunnen, namelijk die dijk. Ja, maar wel buiten het territorium. Dus dat territorium, dus je legt die nieuwe burg leg je binnen het bestaande territorium. En daarmee hoop je dus die familie te verplaatsen, passief te verplaatsen. En die jonkies, ja, die zullen het dan weer zelf moeten uitzoeken. Het idee is dat we, en dan komen we ook weer bij Ronald terecht... dat we dus ook eigenlijk al zoveel mogelijk plekken waar je ze wel wil hebben... dasvriendelijk inricht voor de jonkies, waardoor je daarmee hopelijk voorkomt dat ze in de dijk... Ja, een snoer van mogelijke plekken moet creëren, bij wijze van. Maar dan kom ik wel ook nog steeds bij mijn vraag terug. Hoe kunnen we er ook voor zorgen dat die jonge dassen dan dus niet naar de dijk rennen... die daar mooi een mooi heuveltje begroeit, noem maar op. Dus dat vind ik nog steeds een uitdaging. Misschien een aandachtspunt. Wij zijn bezig met de dijkversterking Meanderende Maas, Ravenstein lid, 24 kilometer. En daar komen gronden vrij, ruilgronden, noem maar op. Van elke kans waar het waterschap al dan niet tijdelijk grond aankoopt, ten behoeve van ruiling, proberen wij mee te kijken, is daar een kans op een alternatieve burcht aan te leggen. Het klinkt misschien heel raar, maar als je het niet doet, dan gaat hij richting de dijk. Voldoende voedsel en dat jonkt dus maar aan. En bij het eerstvolgende hoogwater kijken ze om zich heen en denken... hé, hey, waar moet ik heen? Oh, dat is hoog, daar ga ik naartoe. Ja, meestal zitten ze binnen dijks. Dat is het voordeel. Er zijn er maar een paar die buiten dijk zitten bij ons. Maar een nieuwe burg, een alternatieve burg maken... de voorste klei bij de dijkverlegging, is dat ook gebeurd. Toen zat hij dus binnen dijks. Toen kwam hij dus buiten dijks te zitten. Is binnen dijks een nieuwe burg gemaakt. Nooit geen daas in geweest. Ja. Nooit. Ik zou langzamerhand... Ja, dus nog 3 minuten. Maar ik denk... Oh, daar is nog een vraag. Maar ik denk dat het ook goed is om gezamenlijk naar een afsluiting te gaan... voordat ik u het woord geef.
Ik ben vergeten de kruisjes in te vullen, maar ik heb ze in de pauze opgezocht. Mocht er nog iemand interesse hebben. En dan bedoel ik ook vooral, we hebben net geconstateerd, de DAS gaat wellicht naar heel Nederland toe. Dan gaan jullie ook met oplopende kosten en capaciteit te maken hebben. We hebben ook al een hele mooie, best uitgebreide handleiding gemaakt, hoe te handelen met. Dus niet dat ik nou heel graag jullie allemaal de komende jaren ga helpen, maar wel van, goh, ben gewaarschuwd. Ik dacht dat u een vraag had nog. Nee. Ik ben nog wel benieuwd, ja. Theo, jij bent in Engeland dan geweest en daar heb je dus veel Dassenburgten gezien. Heb je daar ook nog iets van geleerd waarvan je zegt van, nou, dat moet ook nog even gedeeld worden, dat we of daar heel erg voor oppassen of dat we juist dat kunnen toepassen? Nou, datgene wat wel de ervaring is, wat je in Engeland ziet en waar je ze tegenkomt en waar je ook andere gravens tegenkomt, is van, als je zorgt dat je je dijk vrij houdt van struikgewas, opschot en andere zaken. Dat trekt die beesten. Dus ik was toen de tijd ook met Wijnald in het gebied. Het eerste waar Wijnald indook, op het moment dat je een bosje of het anders tegenkomt, op de dijk, dan duik je erin. En daar zaten ze vaak ook. Dus je voorkomt ook graverij door je dijk op een bepaalde manier in te richten, dat ze dus niet vriendelijk zijn. Ja, of en niet aantrekkelijk zijn. Natuurlijk. Dus dat is een optie. Ja, het enige wat ik nog wel als andere kanttekening heb van, juridisch, hoe staat nou de zorgplicht van de waterkering ten opzichte van de zorgplicht voor onze beestjes in onze omgeving? Is daar al een uitspraak over? Ja. Dan kijk ik even naar Dolf. Dolf. Want we voldoen natuurlijk op een heel veel plekken door die graverij niet aan onze zorgplicht. Nee, op dit moment. En dat weten we ook bewust. Maar hoe gaan we daarmee om? En je zag ook in Engeland met de Environment Agency. Op de ene verdieping zat de flora en fauna, op de andere verdieping zat de waterkeringen. Maar de waterkeringen hadden het niet voor het zeggen. Maar ja, we moeten daar in de toekomst wel goede afspraken over maken. Nee, in dit geval is de waterkering nieuw aangelegd, Veese Wapenveld, Hoogwatergul. Die dan Veese ontlast. En moesten we dus compenseren. Een heel groot natuurgebied ligt daarnaast. Daar is een hele bossage en daar is heel veel ruigte. Wat zit daarin? De das. Ja, ja. De das. Wat doet hij? Hij komt 's nachts aan de dijk, overal graaft hij. En zo is hij op zoek naar wormen en naar voedsel. Ja. Dus het is heel kort bij. Misschien, we creëren het zelf. Misschien ter afsluiting. Ja. Dan, wij zitten nu op dit moment in een situatie bij een klooster. 600 jaar oude tuin. Daar zit hij volop in, al tientallen jaren. En het kloosterbestuur zegt van, je gaat niet graven, het is 600 jaar oud. We weten niet hoe we het oplossen, maar daar zitten we nu ook mee te stoeien. Dus ook juridisch van, hoe ver kun je gaan? Allerlaatste, Hugo. Allerlaatste. Oh, dat is Hugo, ja. Hugo heeft een oplossing voor de... Hugo Assink, Dijk Protection Systems. Ik wil alleen meegeven, DAS is nieuw in Nederland. Maar natuurlijk niet in Europa. Hè. Mijn collega Michael Arndt vanuit Berlijn, Duitsland, daar zijn veel... Er is ook veel ervaring met dassen in dijken. En daar zijn ook wel technische toepassingen, echt ook gaastoepassingen toegepast om problemen te verhelpen. Wellicht bij ons een stand, nummer 1, helemaal achter in de zaal, kunt u meer informatie krijgen. Ja, perfecte afsluiting zou ik zeggen. Dat is mooi om af te sluiten met een concrete oplossing. Ja. Maaike, Sjaak, Geert-Jan, ik wil je heel erg bedanken voor de oproep om hier bewust van te zijn. Graag gedaan. En ook maakt het een aantal dilemma's toch wel heel pijnlijk duidelijk. Tot nu toe hebben we het allemaal gered. Maar hè, hoe zit de wetgeving ten opzichte van wat je daadwerkelijk in het veld mag? Dus die oproep nemen we ter harte. Ze zijn nu landelijk bezig met het beverprotocol. En ze hebben beloofd dat het Dassenprotocol zal volgen. Dus nou, daar hopen we heel erg op. Dus mooi. Ik wil jullie bedanken voor de aandacht.